Vandaag gaan we een huis bouwen, maar dan op de kop. Het dak wordt de vloer. De vloer wordt het dak. De tafel komt tegen het plafond. En uiteindelijk zullen we zelfs op de kop moeten gaan slapen. Het klinkt makkelijk, maar een huis op de kop maken is oprecht moeilijk. Aangezien het dak vaak heel smal is, weet ik oprecht niet of dit gaat lukken. Het huis kan letterlijk omvallen. Maar we gaan ons best doen en daarvoor hebben we lang moeten voorbereiden. We zijn 2 dagen bezig geweest om een professionele schets te maken en veel berekeningen te doen. Rick, we hebben 4 problemen. Zeg het eens. 1. Onmogelijk. 2. Geld. 3. Tijd. En 4. We hebben geen boterham meer. En ik heb zin in een tosti. We gaan hout halen. Denk je even leuk, YouTube-videootje maken? Volgens onze berekeningen wordt het 5000 euro. Ja, en onze berekeningen zijn meestal veel te laag. 1, 2, en nummer 3. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, thumbnail. Ons plan is om als eerste de focus te leggen op de constructie van het dak. Deze moet zeer stevig worden, omdat hier het hele huis uiteindelijk op steunt. En daarna kunnen we verder aan de rest. En zo komt het er dus uit te zien. We hebben wat nieuw hout gehaald. We hebben ook nog wat oud hout dat we opnieuw kunnen gebruiken. Dus dat is ideaal. Alleen deze balk hebben we alleen nog maar nodig voor het begin. Dit zijn de balken waarmee we het eerste frame gaan maken voor het dak. En dit deel moet extra stevig zijn, omdat hier het hele huis eigenlijk op komt te staan. En konden we in het leven maar gewoon kopiëren en plakken, want deze hebben we nog een keer nodig. Maar gelukkig hebben wij een editprogramma en doen we dat dus op deze manier. En stiekem zijn we alweer een uur mee bezig geweest. Het is tijd om de frames op de goede plek te zetten. En hier komt het huis dus te staan. Midden in de achtertuin. Oh jongens, wat zijn we weer aan begonnen. Ja, stop. Stop. Even serieus, nu kappen. Ja, stop. No, Jesper, doe eens aardig man. Het is de volgende dag. En nu komt het meest moeilijke deel. De 2 frames moeten schuin naar boven. Zoals dit. Tijdelijk zetten we er even een paal onder. Serieus! Aan allebei de kanten gaan we een balk toevoegen, zodat de constructie nu hopelijk zonder deze steunbalken op blijft staan. 3, 2, 1. Ja, nee! Niks aan de hand. Waar ik al bang voor was, het blijft niet staan. Ik denk dat wij de eerste zijn in Nederland die bij het bouwen van het huis zijn begonnen met het dak. Maar ik denk ook serieus dat wij de enigste zijn die überhaupt een huis op de kop gaan bouwen. We moeten de 2 delen nu dus nog aan elkaar verbinden. Als het goed is, is deze lijn de perfecte graden. En als het goed is, moet deze balk precies hier tussen passen. De waarheid van het moment, beter kan niet. Hey! En deze balk moeten we dus nog 1, 2, 3, 4 keer hebben. Nog even met de waterpas meten, alle balken op maat zagen en dan kunnen we de balken toevoegen. Om de installatie nog extra stevig te maken, gaan we deze lange schroeven er nog in draaien. Alle balken zitten erin. Ik heb er net een balk gezaagd met deze schuine randjes. En deze kunnen hier precies tussen, zodat de constructie stevig blijft. Want dit wordt eigenlijk de eerste etage. Poging 2. Nu moet hij blijven staan. Ja, maar hij blijft staan! Let's go! En op de vloer, via het dak, hebben we ook balken toegevoegd. We hebben de kaal nodig. Want die hebben we gewoon nodig. Ah! Ja, pas op. Ja. Dikke Scania. Ja, wat gaan we doen? De bouwmarkt. Hey, dit meen je niet. Vergeet zeker niet te abonneren, dat zouden we heel erg waarderen. We zijn op zoek naar houten planken. Zoals jullie zien hebben we hier een nieuwe lading plaat op de kaal liggen. Want zoals jullie zien is het frame van het dak nu helemaal klaar. En dat betekent dat we het plafond van de eerste verdieping... Nee, de vloer van de begane grond. De vloer van de begane grond kunnen gaan bedekken met de plaat. Ik raak helemaal in de war. Tijd om de eerste plaat te pakken. Alleen de vraag is of dit mij gaat lukken. Ik ben oprecht zo benieuwd hoe dit huis er uiteindelijk uit gaat zien. En of het überhaupt stevig wordt. Rick. Ja? Er komt een storm aan vanavond. Vanavond om 10 uur. Dus dat betekent dat we tempo moeten gaan maken en de volgende platen snel moeten toevoegen. Om de constructie dus stevig te maken, ga ik zo'n paaltje in de grond slaan. Nummer 1, nummer 2, nummer 3 en nummer 4. En aan deze paaltjes kunnen we nu de spanbanden toevoegen, zodat de constructie hopelijk niet meer omvalt. Het is tijd
de hoogste tijd. Nee jongens, het is tijd om te gaan testen of de constructie stevig genoeg is. Om erop te staan. Precies. Hoe krijg je dan alweer voor elkaar? Even serieus. Ik sta. Yes. Maar durf je nu hier naar het puntje te lopen? Ik ga het proberen. Ik loop nu naar de zijkant. Ja. Nou, het kan. Het is een nieuwe dag, dus dat betekent dat we... Het is een nieuwe dag, dus dat betekent dat we aan de volgende verdieping gaan werken. En daar hebben we nieuw hout voor nodig. En... hoppa. We gaan een wedstrijd doen. We hebben allebei hout klaar liggen. En wie het eerste het frame klaar heeft, die wint. Let's go! Tempo. We gaan er gelijk op! Waarom zo hard? Dat je eerst alles klaarlegt. Eerst schroeven. Yep. Yes! Laatste twee balkjes! Nee, nu al! Shit! Het gaat erom hangen. Yes, ik heb één schroef vrij. Oké, één balkje! Oh, hij is af! Nee, ik heb verloren! En dat jullie nog niet weten, de verliezer krijgt een bak water op zich heen. Dat is niet afgesproken! Dat hebben we niet afgesproken! Dat heb ik nog gezegd! Ah, ah. Maar de voorkant en achterkant missen dus nog. Een uur verder en de voorkant is klaar. En dat betekent dat we nu naar de achterkant gaan. En dit is het laatste deel. Tijd om al deze delen op het platform te zetten. Dit deel moet simpelweg daar bovenop. Daar gaat hij dan, jongens. Ik hoop ook wel dat we goed gemeten hebben. Oh, oh. Dit was heel vet. Nu begint het er echt uit te zien als een huis. En vanaf nu raak ik echt in de wal wat nou boven en onder is. En daar komt het derde deel aan. En de voorkant. Dit is de deur en dit is de raam. We zijn aangekomen bij de platen voor het dak. Nee, voor de vloer. Dit is de vloer. Oh ja, dit is de vloer. Rick is nog de laatste schroef aan het toevoegen en dan zitten de plafondplaten erop. Toen we waren begonnen met het toevoegen van de dakplaten, ging opeens de deurbel. Ik denk dat het is wat ik denk dat het is. Wat hierin zit is namelijk... de eerste versie van ons nieuwe boek die in mei uitkomt. Over een tijdje kunnen jullie dit boek allemaal pre-orderen. Het boek heet Rick en Jesper maken er een zooitje van. En ja, in het echt maken we er soms ook een zooitje van. Want het gaat niet altijd goed. En in het boek gaat het al helemaal niet goed. Jongens, dit is oprecht echt een fucking leuk boek. Ik mag niet schelden, maar ik deed het echt. Ik deed het gewoon. Waar we gebleven waren is de platen voor het dak. Komt-ie. Deze platen moeten we dus op het frame monteren. Zodat het eruit komt te zien als een dak. Wow! Yo. De eerste kant van het dak is af. Zo, en deze kant is ook klaar. In de volgende video gaan we het huis helemaal afmaken. We gaan de buitenkant afwerken, de binnenkant inrichten. En uiteindelijk moeten we er zelfs in gaan slapen. Op de kop. Dit mag je niet missen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. En wat ik dan altijd zeg, doei!